Avas is een softwarebedrijf. Dat doen we voor zo'n circa 11.000 bedrijven. Niet alleen medewerkers zijn belangrijk voor ons. Het gaat vooral om klanten op te leiden in onze software. En dat betekent dat we per dag een paar duizend klanten hier zullen hebben. Dus we hebben eigenlijk volop gezorgd dat het veel meer een klantenbeleving is, het hele Experience Center, dan dat het alleen maar een kantoorplek is voor onze eigen medewerkers. Ja, het idee om het klimaatplafond te integreren is natuurlijk wel geweest. We wilden rust op de vloeren. Dus je wil geen zware luchtbelasting die je elke keer hoort en alles. Dus wij wilden echt naar comfort qua geluid. We wilden ook comfort qua licht. En toen kwam toch op een gegeven moment in het proces. Hé, we kunnen dat ook met hele kleine ledjes doen. Dat is ook fantastisch mooi gelukt. Daar krijg je een soort sterrenhemel effect. Maar ook genoeg licht. En dan de akoestiek. Dus al die componenten bij elkaar, die brachten ons eigenlijk toch wel bij Inteco. Ik wist dat mensen van Homey, de installateur, daar volop bezig zijn geweest met allerlei testen. Dus ook wat het doet bij koud, buiten of warme temperaturen juist. Ja, en dat zag er wel heel erg professioneel uit. En in principe was de eerste keuze dat wij naar aluminium lamellen toe zouden gaan. Ik zat er op een gegeven moment zat ik in een ruimte bij hun en dan keek naar boven. En dan zag ik filtenplafond van Hunter Douglas. Ik zei, wauw, dit is wel te gek, dit is mooi. Als ik naar de verwachting kijk wat we hadden voor het klimaatplafond, dan was het toch wel een beetje de angst of het zou lukken. Zowel de esthetiek als de koeling, want dat koelvermogen was toch wel echt een hele belangrijke, gaf ik net eigenlijk ook aan. Nee, we zijn absoluut dik en dik tevreden.